Dit is podcastnieuws van 9 januari. Goed dat je luistert. Met vandaag de 5 tips voor een goed interview. YouTube heeft meer gebruikers dan Apple en meer gebruikers dan Spotify. Waarom je daar gebruik van moet maken? Maar eerst. Een podcast die niet viral ging. Er is een podcaster, Jared Santo, en hij maakte de Change Log, dat is een podcast over software. Dat doen ze blijkbaar al een tijdje. En hij heeft dan een hele leuke blog geschreven over waarom een podcast... waarom zijn podcast in dit geval niet viral gaat. En in die blog zitten een aantal leuke inzichten... waarvan ik nog de meest toffe vond... is dat de hele basis van het podcasten... het, het feit dat heel erg voor ons werkt... is dat je het kan doen als je iets anders aan het doen bent. Tegelijkertijd betekent dat dus ook dat viral gaan mensen die dus dingen delen en dat groter en groter en groter wordt... een soort sneeuwbaleffect, ja, daar zit dus een rem op. Want op het moment dat je met oortjes in aan het wandelen bent... of aan het hardlopen of aan het zofzuigen, moet je hem wel heel hard zetten... of aan het koken of gewoon iets anders aan het doen bent... dan is het delen van die podcast, de, de stap is gewoon te groot. Maar hij had natuurlijk nog een aantal andere uh, mooie inzichten. En jij hebt hem ook gelezen. Welke vond jij het interessantst? Nou, wat ik een goed inzicht vond... Hij zei eigenlijk van op het moment dat je dus echt een podcast aan het luisteren bent of iets anders aan het doen bent, dan heb je gewoon tijd om te reflecteren tijdens het luisteren. En als je aan het reflecteren bent tijdens het luisteren, ben je niet bezig met van. Uh, Wauw, goed moment, laat ik dit vastleggen. Laat ik dat vervolgens dan knippen, plakken en met al mijn volgers delen of naar mijn moeder appen of weet ik veel wat. Dus je bent echt dedicated aan het luisteren. Daardoor ga je niet delen. Ondanks alle schitterende apps die wij in voorgaande afleveringen ooit genoemd hebben, als uh, weet ik veel Momento of zo, van dat je hup, knip en plak en ja, dat doe je gewoon niet. Dacht ik. Ja, het, het is wel gewoon waar. Ik doe het. Ik doe dat ook gewoon niet. En dat zegt iets over de kracht van het medium en dat zegt in zijn geval iets waarom hij zegt waarom het niet viral is gegaan. Wat ik eigenlijk nog het dat vind ik überhaupt het sterkst nog los van of iets viral gaat of niet. Hij begint gewoon met ben je nou kritisch naar je luisteraars of ben je kritisch naar jezelf als maker? En hij zegt, wij willen kritisch zijn naar onszelf als maker, dus je moet continu reflecteren op je eigen content. Wat heb ik gemaakt? Waarom doet het daartoe? Waarom is dat belangrijk? Waarom moeten mensen daarnaar luisteren? Dat in plaats van, je maakt iets en je dan afvragen waarom er niemand luistert. Ja, dat is het bij een ander leggen en hij legt het gewoon bij zichzelf neer. Nou ja, die reflectie vind ik gewoon sterk. Ja, dat hele met jezelf bezig zijn of dat je bezig bent met reflecteren, dat komt niet overheen met ik deel dat met anderen of ik ben bezig met mijn netwerk. Je bent iets aan het leren, je bent geïnspireerd aan het raken, je bent echt aan het luisteren. Het is net alsof je naar een interessant college zit te luisteren op school of naar een les. Dan ga je ook niet tussen, weet ik veel, dan ben je niet bezig met oh dit stukje wat deze leraar nu vertelt, dat ga ik ergens anders delen met wie dan ook, of dat ga ik zo meteen even op mijn Instagram zetten. De hele intentie van waar een luisteraar mee bezig is, is heel anders dan de intentie die er is om een viral effect te bereiken. Maar tenzij, en dat vond ik ook nog wel een goeie, hij zegt, uh, grote namen die kunnen nog wel viral gaan. Of dat is dan makkelijker, maar dat heeft te maken met de persoon zelf die een soort household name is. Dus als je het inderdaad had het natuurlijk over Jeff Bezos, dat is de baas van Amazon. Veel mensen wel bekend. zelfs onze negenjarige heeft het over Jeff Bezos, omdat hij de rijkste man op de aarde is. Die kennen heel veel mensen. En dan is het veel logischer om dan aan iemand misschien te vertellen: Deze podcast met Jeff Bezos geluisterd. Heel cool, moet je doen. Maar omdat het een niche is, of interessante personen die wat minder bekend zijn, is de hele, de hele basis, de hele nature van het podcasten is niet viral geschikt. Ook de audio zelf al niet, de apps zelf al niet. Je noemde net een aantal apps die het wel kunnen, die daar clips uit kunnen halen... waar je nog iets mee zou kunnen doen. Maar het leent zich helemaal niet om deelbaar te zijn. Die mond-tot-mond -mond reclame is belangrijk. Het aanbevelen van een podcast is anders dan viral gaan. Vraag is natuurlijk ook van moet je dat wel willen? Tegelijkertijd denk ik dat als je je podcast content kan vermaken tot... Iets dat in de basis wel gemakkelijk deelbaar is. Dat dat echt wel kan helpen voor het bereik van je podcast. Vervolgens moet je je afvragen. En dan, daar hebben we het natuurlijk ook wel vaker over gehad. Als we het hebben over de shorts op YouTube. Prima, dan heb je dus uh, 4000 views. En dan zijn dat de mensen die je wilt. Sowieso is er natuurlijk altijd de theorie van de funnel. Hè? Als je er maar zoveel mogelijk mensen ingooit. Dan aan de onderkant dan schudden er wel een paar uit. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus het is een strategie die zeker werkt en kan werken. Ja, je moet altijd weer kijken van... past het bij mij, past het bij mijn podcast, past het bij het doel... past het bij mijn doelgroep of is het slow and steady? Dat heb ik ook gemerkt. Met, ik heb, we hebben hier bij Podcast Nieuws een eindejaarsbreak gehad... en ik heb in mijn Podcast Manager podcast een eindjaarsbreak gedaan. De downloads per maand zijn hetzelfde gebleven. Ik heb een maand niks gedaan bij Podcast Nieuws... En nog steeds hebben we hetzelfde gemiddelde aantal downloads per maand, per week moet ik zeggen. Dus je maakt iets wat gewoon blijft renderen. Je hoeft niet always on te zijn en te scoren op het moment. Je maakt iets, het blijft relevant. Zelfs een nieuwsactualiteiten actualiteiten of podcast als dit blijkt relevant te zijn voor luisteraars, nieuwe luisteraars. Dat geeft wel veel rust. Ik hoor frequent terugkomen: consistentie is de groeistrategie ja dat vraag ik me dus af. Ja, ik vertaal het meestal naar uh, als je wil groeien moet je blijven opnemen. D dat wel, want hoe meer je toevoegt aan je repertoire, mm -hmm. en dan gaat het nog steeds over kwaliteit, niet over kwantiteit, dus niet random dingen erin smijten natuurlijk. Maar als je serieus blijft produceren mooie afleveringen, heb je wel meer kans dat je meer downloads krijgt, dat je meer luisteraars krijgt, dat je dus groeit. Tegelijkertijd heb ik een klant... met een podcast met uh, zeven of acht afleveringen. Eén keer gemaakt, die staat daar gewoon. Die blijft gewoon in de hitlijsten terugkomen. Dat betekent dus dat ze elke keer mensen heeft... die ah, de Apple hitlijsten... Ah, uh, dus veel afluisteren van die afleveringen. Haar podcast volgen. En dus nieuwe mensen die haar podcast vinden. Dus met de acht afleveringen... blijf je daar gewoon resultaat van zien... Maar het punt is dat als jij wil groeien in downloads, dat het je zeker helpt als je meer aan het repertoire toevoegt. Zoals ik hem interpreteer. Zoals hij volgens mij ook regelmatig aan mij gepresenteerd wordt is, ik moet iedere week dan en dan terugkomen. Dat zou kunnen. Want ik vind het ook van sommige podcasts fijn. Omdat ik weet. Oh ja, op deze dag kan ik die luisteren. Dat helpt mij. Maar het moet geen doel op zich worden. Dus als je inderdaad. Blijf opnemen, zodat je jezelf blijft ontwikkelen. Blijf consistent in het proces zitten, zodat je blijft genereren. En met die interpretatie kan ik uit de voeten. Overigens, de podcast waar jij bedoelt, is misschien interessant, maar dat gaat over borstvoeding. En er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen die altijd blijven. Mensen blijven trouwen, mensen blijven kinderen krijgen, mensen gaan dood. Dat zijn van die. ...levens... ...live events, ja. ...live events die ja. terug blijven komen. Dus ja, soms leent het onderwerp er... ...kijk, het zit gewoon goed in elkaar... ...maar het onderwerp leent zich ja. er dan ook voor... ...dat het gewoon... ...het is altijd actueel voor iemand... ...omdat die moet gaan, wil gaan borstvoeden. Ja, zeker. En in dit geval is het wel heel waar... We ...dat hele kinderen krijgen is natuurlijk sowieso... ...voor de mensheid redelijk belangrijk... ...om voor te blijven bestaan. Maar... In kleinere vorm geldt dat voor heel veel onderwerpen dat het altijd weer relevant wordt voor een nieuw iemand. En dit is natuurlijk ook de reden dat bedrijven ook voort blijven bestaan omdat er ook nieuwe klanten komen waarvoor dit weer relevant wordt. Dus zeker in dit geval is dat ook zo. Maar datzelfde geldt voor heel, heel, heel veel onderwerpen en bedrijven. Ik vond het ook een leuk artikel, maar het is echt. Het gaat over waarom de podcast niet viral gaat. En als je op zoek bent naar duurzaamheid van jouw podcast dan zitten hier echt wel wat golden nuggets in, die je er zeker uit kan halen. Maar het is natuurlijk niet zaligmakend. Ik heb Elon Musk en daarom word ik nu groot. Nee, nee. 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 Al de Elon Musk-liefhebbers gaan naar jouw podcast luisteren en denken de week daarna... Waar zit hij deze week? Waar ja. zit hij deze week? Oké, okay, next. Ja, ja, dat is ook zo. Guy Raz, bekend van... Houdsmeed. Houd het mee. Hou beeld dus. Dus de guy was, uh, bekende podcaster, groot podcaster. Heel veel bekende en uh, populaire podcasts gemaakt. En um, al het een en ander aan interview, kennis en ervaring opgedaan. Deze man heeft al zoveel mensen geïnterviewd. Geeft vijf interviewtips voor podcasters. Zeer interessant. Wilden we jullie niet onthouden? Uh, ja, ik zal uh, één tipje per keer doen. En dan. Uh, hij heeft ze in het engels gegeven. Ik neem aan de meeste mensen uh, begrijpen dat. Ik zal het in het Engels voorlezen. When interviewing someone, listen and respond. Don't just go to the next question. Ja, dus wanneer je interviewt, luister en reageer daarop. Niet gewoon doorgaan naar de volgende vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat weinig tegenkom. Ik zie juist het tegenovergestelde vaak gebeuren. Iemand stelt een vraag daar komt een antwoord op en dan flowen we lekker het gesprek in, waardoor het alle kanten uitgaat en de lijn van een interview of een aflevering niet meer wordt gevolgd. En dus je luisteraars kwijtraakt. Ik ken het echter wel uit sommige Amerikaanse podcasts die ik wel eens heb geluisterd. Dat het echt iemand stelt de vraag, hoe kijk je hier tegenaan? Die persoon geeft een vet interessant antwoord en is het, oké, okay, I love it. En dan hup naar de volgende. en Dan denk je echt, <laughs> het, het klinkt zo een soort van onbeschoft. Tip 2 is do your homework and really learn about the person before the interview. You will get more out of them. Dus doe je huiswerk, leer meer over de persoon die je gaat interviewen. Je haalt er meer uit. Ik zit even naar de juiste woorden daarin te zoeken. Kijk, heb niet de arrogantie, maar ik denk dat daar een, een liefdevoller woord voor bestaat. Maar heb niet de arrogantie om te denken van nou ja, ik nodig diegene uit. Als ik twee vragen stel, dan komt het wel goed. Ik denk dat je dan daarin je eigen kunde overschat. De kunde om de luisteraar geboeid te houden. En het is inderdaad, het zal, het zal niet vanuit die arrogantie komen. En ik snap wat je bedoelt. Maar er is ook nog een verschil tussen nodig je deze persoon uit om het over zijn of haar dienst, leven, boek, whatever te hebben. Of zijn jullie allebei specialist en ga je het over een onderwerp hebben. Dat is natuurlijk ook nog een verschil. Als je echt iemand op je stoel krijgt te zitten, die persoon zelf razend interessant is en relevant voor je podcast, ja, dan is dit sowieso een must om ten eerste ook de interessantere vragen te stellen. Bijvoorbeeld, ik las hier en hier dat je zussen zo vertelt, dan kan je dus de tiende persoon zijn die diezelfde vraag stelt hierover, of omdat je er gewoon een minuut langer over na hebt gedacht en dat tot je in hebt laten werken, heb je gewoon een veel interessantere vraag of een andere kijk of een andere invalshoek hetgene wat die persoon heeft meegemaakt, waardoor je weer veel interessanter bent. En als mensen inderdaad zoeken naar de persoon in kwestie, willen gewoon meer interviews horen van persoon ABC, dan lever jij dus wel het meest interessante verhaal op. En do your homework hoeft natuurlijk niet te zijn, uh, zoek alle oude krantartikelen van uh, persoon X of Y, zoek dat erbij. Maar je kan ook met elkaar in gesprek gaan, Viool. Ik wil het hierover hebben. Ik weet dat dit mijn luisteraars zijn. Wat is de boodschap die jij echt graag verkondigd wil hebben? Wat is een onderwerp waar jij het echt graag over wil hebben? Sluit dat bij elkaar aan. Snijd dat hout of verlies ik dan al mijn luisteraars... omdat het gewoon niet interessant is. Huiswerk kan je ook gezamenlijk met je gasten maken. Zeker, zeker. Uh, nummer drie was uh, spend 10 minutes on getting your sound right. You don't need a fancy microphone. Just find a quiet room. Put down a rock. Line the shelves with books for better acoustics. And keep... Close to the mic. Ja, dus 10 minuten om je geluid goed te krijgen of je beeld. Mm -hmm. uh, als, je, <laughs> ja. Ja, als je opneemt, kijk even hoe die camera staat en hoe je in beeld gebracht wordt of in beeld staat. Sta je te laag, te hoog, ben jij te ver, te dichtbij? Het kan op beeld best wel vertekenen. Dus check dat gewoon even. Ja. Kijk hoe het erbij staat. En in dit geval ook uh, vind een stille ruimte. Leg een kleed op de grond en boeken op de plank. Vond ik ook leuk, had ja. je nooit gehoord. Nice. En blijf dicht bij je, mic, bij, je mic, bij je mic, bij je microfoon. Nou ja, en al is het maar dat je inderdaad met je gast afspreekt van, uh, als ik, eh, dat kan natuurlijk best wel dwingend overkomen als je gaat zitten wijzen naar je microfoon. Maar je kan ook gewoon je gast duidelijk van maken, joh, als ik wijs, merk ik dat je te ver weg gaat, ga terug naar de, stem het gewoon samen af. Je bent samen verantwoordelijk voor dat het gewoon goed geluid is. Yeah. Dus, en het is echt belangrijk. Je kan wel denken, ja, het komt wel goed, maar als ik op de fiets zit met mijn oortjes, dan uh, ga ik het. Ben ik ondertussen zo oud dat ik het uh, verkeer levensgevaarlijk vind? Dus ga ik het niet knijpen hardzetten. hard zetten? Uh, uh, ja, als ik het niet hoor, dan uh, ik wil ik één poging wagen met een capuchon op mijn hoofd. Maar ja, dan zie ik er ook ineens 14 jaar uit. Dus dan, eh, dat is toch wel allemaal al die kinderen met capuchons op de hoofd. Iets ja. anders uh, kan niemand de Airpad verstaan. Oké, okay, ja. nou, fijn. we dwalen af. Hè? Dit heeft Guy niet bedoeld. En nummer vier is, uh, don't waste a listener's time with inside jokes or only things you and the guest understand. Make sure you keep the listener in mind during the interview. Ja, zo eens. Het is zo buitensluitend als je een interview gaat doen. Het, als je een lifestyle podcast hebt of je bent als host, een soort van ook belangrijk onderdeel van het gevoel dat je podcast geeft. Maar als je echt iemand uitnodigt om erover te praten, en je kent iemand al jaren, vaak mensen die als eerste in je podcast verschijnen zijn mensen die je misschien al kent, de uh, inside jokes. Ja, stel je jezelf voor dat je in een drie gesprek op een verjaardag zit en twee daarvan gaan onwijze inside jokes over friends zitten maken. Terwijl je, jij nooit friends kijkt. Ja, dat, dat, dan, dan voel je in ieder geval geen onderdeel van het Zeker nee. niet. En vooral bij en een verjaardag blijf je dan nog misschien even wat langer zitten. Omdat je daar in 3D zit. Maar een podcastluisteraar is dan zo weg. Je verliest die verbindingen. juist die verbinding is zo krachtig in een podcast. Dat stel ook niet de vraag. Of ga niet beginnen over. Wij kennen elkaar van, oh, weet je nog, toen we vijftien waren en uh, samen naar school fietsten of uitgingen of ja, oké, okay, whatever. Hou die luisteraar in gedachten, die zit erbij en je bent fatsoenlijk richting iemand die erbij zit en je sluit diegene niet buiten. Nou ja, zij stap ik weet niet helemaal of die precies bij dit uh, tipje, bij deze tip van Guy uh, past, maar uh, stel jij jezelf even voor. Ja. Dat, dat is ook, dan laat je het maar zo over aan de ander. En dan denk ik. Nou, weet je, had dan van tevoren met elkaar afgesproken. Ik wil jou een 20 seconden voorstellen. Vertel maar even waar de mensen, waarvan jij vindt dat de mensen jou zouden moeten kennen. En ga vanuit daaruit op onder, eventueel op onderzoek uh, waar, waar het onderwerp en het gesprek, wat dan ook over gaat. Maar het is zo'n, het kabbelt voort naar uiteindelijk. Bijna niks. Nee, het is, er zitten te weinig kaders aan die vraag. Stel jezelf even voor, kan voor iemand superhandig zijn. die al 15.000 keer zichzelf heeft voorgesteld. die in een netwerk ding zit en denkt: ik pitch me helemaal gek. Prima. Maar voor heel veel mensen is dat niet het geval. En dan krijg je. Dan, en de onzekerheid bij de gast. omdat hij denkt: ja, wat wil je horen? Dat hoor je ook wel eens. Nou, wat wil je weten? Ja, Het is. begin maar bij het begin. Ja, oké, okay, ik was nul en toen werd ik geboren. Het is allemaal. Weet je wel. Iemands levensverhaal is altijd interessant. Of er zitten interessante dingen in. Maar voor een podcast die over, toch over een bepaald onderwerp waarschijnlijk zal gaan, is het gewoon allemaal niet zo relevant. Het klinkt misschien wel aardig dat je iemand het podium biedt van nou, he, take it away, stel jezelf maar voor. Maar echt zinvol is het heel vaak niet. Dus wat je wel kunt doen, is inderdaad met je gast bespreken. Ik wil dat je je voorstelt. Heb je een aantal zinnen, in drie of vier zinnen, of wat zou je kunnen doen? Of Denk even na over deze vraag. Jij zei net, waar zouden mensen je van moeten kennen? Ja, of nou, uh, wat vind je nou echt een hoogtepunt in je bestand? Precies, uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld vragen... vertel even hoe je ondernemersreis was... of hoe je ondernemer bent geworden. Dat, dat kadert dat al iets ja. meer. Al is dat voor sommige mensen ook reden om enorm uit te wijden. En ja, of je het er gaat heel erg knippen... of denken van, holy crap, hoe krijg ik dit nu interessant genoeg? Ja, of het, het schiet gewoon niet echt op. Nee, het eh, kan ook heel servicegericht zijn om iemand een intro te geven. Nee, maar ik geloof ook wel dat het vanuit die gedachte ontstaat, deze vraag. Da daar, daar, ik geloof wel dat mensen die denken: ik ben fucking luister. stel jezelf maar even voor. Nee, die denken: hè? Ja. Als je, alsjeblieft, pak het podium. Maar dan komen we weer terug op uh, punt 1, was, uh, uh, luister en reageer. Kijk, als je zelf al de intro in, in handen hebt en je hebt die besproken, dan heb je al een rollende start omdat iemand al weet, nou, dit gaat daarover. En dan komt vraag 1: en dan gaan we door. Dan zit je er lekker in. En moeten wij naar de eerste anderhalf, twee minuten naar gekabbel luisteren? Nou ja, we moeten niks, maar we doen het ook liever niet. Je zou zelf die intro voor je rekening kunnen nemen. Maar dan kan je ook nog eens iemand heel erg... Uh, het, is, het is altijd leuk om iets over jezelf te horen. Iets mm -hmm. positiefs. Dus dat helpt ook wel voor de, het zelfvertrouwen van de luister, van de gast... Op, op sommige momenten. En vanuit die intro kun je direct een vraag stellen. Van nou, en vorig jaar ben je dan echt begonnen met je bedrijf. Hoe was dat voor je? Weet je wel, dan hup, die rollende start. Wat je ook kan doen, is lekker lullen. Maakt niet uit. Bah, bah, op een gegeven moment ga je je eerste echte vraag stellen. Dat is het punt waarop je interview begint. En zelf neem je dan een eigen intro op later. Er zijn zelfs, uh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel een leuke creatieve manier, is... Ik kreeg D&D op visite. Die doet het dus, dus zo. En mijn eerste vraag was, hoe ben je ondernemer geworden? En dan, ja. zeg maar, laat je de, het interview inrollen. En dan begint dus je gast met praten. Er zijn zoveel fijnere, leukere manieren om iemand te introduceren dan. Hey, stel jezelf even voor. Tip 5. Always remember you are making Audio in service to the listener. They are your customer and you must deliver content that is worthy of their time and attention. Dus hou in gedacht dat je content maakt voor de luisteraar. Ik, zou, ik heb het altijd over liefde voor de luisteraar, dat is echt het uitgangspunt. Zijn zij je klant en jouw taak is het om content te maken die hun tijd en aandacht waard is. Ja, dat is, valt eigenlijk eigenlijk heel veel samen. Het is een hele brede tip. Maar ja. zonder luisteraar ben je nergens. Mocht je iets gehad hebben aan een van deze tips, mocht het je een inzicht hebben gegeven, ga je dingen anders doen. Laat het ons weten op fanlist.com slash podcastnieuws. Daar kan je iets inspreken en een geschreven berichtje achterlaten. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat, daar in Amerika, podcast consumers. Uh, dus podcastluisteraars, maar ook podcastkijkers. Dat inmiddels YouTube twee keer zoveel podcast consumers heeft dan Apple Podcasts. En bijna twee keer zoveel dan Spotify. Dat is best groots. Het blijft Amerikaan, dus dat is hier er zijn de cijfers echt wel anders. Al was het alleen maar omdat Apple veel kleiner is dan Spotify. Maar wat moeten we hier nou mee? Nou, hier zouden we bijvoorbeeld van kunnen zeggen dat... Denk erover na of jij je luisteraars wil dwingen naar het platform waar jij op bent. Dus ik, ik zit op Spotify, dus iedereen moet maar naar Spotify komen. Maar als je dat niet zo scherp insteekt, denk er dan over na... moet jij niet gewoon daar zijn waar de luisteraar zelf is... Ja, ja. dat is de vraag. En als, als, dat, als, als je daarin een keuze hebt gemaakt... dan wil je natuurlijk zo'n groot mogelijke vijver creëren. Hè? In ieder geval zoveel mogelijk ingangen hebben. En dan denk ik dat YouTube niet kan ontbreken. Ondanks dat je het misschien niet gelijk aan de cijfers af zal zien. Sowieso, dat hebben we al een aantal keer herhaald. Het is gewoon van Google. Dus het is gewoon een grote... Het is één grote zoekmachine. En de podcast apps zijn dat gewoon veel minder... Daar valt gewoon lastig in te zoeken. Dus ja, zorg dat je, daarom denk ik dan, zorg dat je daar bent. Of niet, maar maak dan gewoon kaart en keuze. Maar als ik een podcast zie en die verwijst mij naar Spotify, dan luister ik het niet. Ik luister het niet. Het is de app die ik niet gebruik. Als ik het mezelf al hoor zeggen, vind ik dat een beetje kinderachtig klinken. Maar het gebeurt echt niet. Ik klik op de link. Ik wil, als ik het echt interessant vind, wil ik de titel van de de, de benaming van de podcast zelf wil ik nog in mijn eigen app typen om te kijken wat er gebeurt. Maar als ik dan zie, nee, deze podcast staat alleen op Spotify... dan denk ik, oké, okay, ja, doei, mazzel, ja. hoi. Ja, dat is, dat, dat is natuurlijk wel zonde. In het geval van YouTube blijft er natuurlijk nog steeds... sowieso zijn er überhaupt weinig cijfers natuurlijk bekend... maar hoeveel resultaat is er nu echt vanuit de vindbaarheid van YouTube? Maar ja, de resultaten zijn er misschien nog niet... want zo lang zijn we nog niet bezig daar. Maar de feiten liggen er wel... De vindbaarheid is er groter, de algoritme werkt mee. Het is een veel complexer en slimmer algoritme wat erachter zit. En toch blijf ik het. Je kunt. Het is, een beetje, het is nog steeds een beetje appels met peren vergelijken. YouTubers, YouTube-kijkers gedragen zich echt anders dan podcastluisteraars in Audio Only, zeg maar. Dus dit soort cijfers zijn heel interessant. En het benadrukt nog maar weer eens het belang wat de komend jaar ook weer voor YouTube zal zijn, het stukje van de taart... wat YouTube waarschijnlijk ook in onze afleveringen zal opeisen. Omdat er gewoon veel gebeurt. En omdat ik denk dat ze nu, als ze echt op die podcasttrein blijven springen... denk ik dat dat een hele slimme zet is, juist vanwege dit soort dingen. Wij zijn nog steeds, uh, wij zijn podcastluisteraars. YouTube is interessant en we vinden het leuk om het daar te ontdekken. Maar als het te stroperig blijft gaan... Ja, laat het dan maar. Dan gaan we daar niet meer op blijven op dat platform. Dus nu hebben ze, de, ze hebben zeg maar de, 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 de aandacht van de podcastluisteraar. Of die krijgen ze steeds meer. En ook de YouTube kijker die podcasts gaat kijken. Dus daar zit nu momentum, om het zo maar even te zeggen. Nu moeten ze doorpakken om te zorgen dat ook die YouTube Music app als podcast-app gaat gelden. Want als iemand eenmaal een podcast app heeft waar die wel tevreden over is, dan is het switchen switch je het niet meer zo gauw, omdat je het steeds verder gaat inrichten naar je eigen smaak. Je gaat daar natuurlijk je podcasts in volgen en je raakt eraan gewend. En het wordt een gewoonte om die app te openen. Dus nu moeten ze doorpakken. Ja, dit geldt dan voor YouTube zelf? Ja. Jij als maker, die denkt, ik wil toch dat zoveel mogelijk... Ik wil toch op de plek zijn waar de mensen zitten. Geef mij de apps maar waar ik op moet zijn. Uh, dan zeg jij altijd van, oké okay, goed, we hebben nu dus in dit geval zeggen we YouTube, we hebben Spotify... We hebben Apple. Maar eigenlijk hebben we de Apple bibliotheek. Waardoor we bijvoorbeeld dus ja. ook in overkast zijn. Ja. Maar wat als Apple op een gegeven moment toch bedenkt: weet je wat, ik gooi die bibliotheek dicht. Ja. Waar moeten we dan zijn? Ja, dan, daarom geef ik ook altijd aan van ook altijd aanmelden bij podcastindex.org. is dus een openbare, always open bibliotheek. Waarin de garantie gegeven is dat ze die niet gaan sluiten. Nee. Nee. Dus podcast apps kunnen gebruik maken van die index. Om podcasts binnen te halen. Dus, mocht Apple een keer het in zijn bol krijgen en zeggen: van ja, het is klaar. of er gebeurt iets. Uh, waardoor je dus in heel veel verschillende apps niet meer beschikbaar bent. dan is er de podcast index. en die apps en die ontwikkelaars zijn daarvan op de hoogte. Dus zij kunnen dan die switch maken. Ja, Dat ja, is ook altijd slim. Anyway, interessant onderzoek. Leuk om even door te bladeren. en doe er mee wat voor jouw podcast geldt. Dan het korte nieuws. De podcastacademie van het podcastnetwerk heeft weer een aantal nieuwe cursussen in het voorjaar van 2024. Bijvoorbeeld in mei Mixen en Masteren. Uh, je kunt uh, kijken op podcastnetwerk.nl slash podcastacademie 2024. En een tipje van mij, als je vriend wordt van het podcastnetwerk voor 25 euro per jaar, dan bespaar je 50 euro op een cursus. Dus dat oh. kan best mooi uitkomen. Leuke, interessante cursussen die je kennis van podcasten, van editen en van verhalen maken ook verdiepen. ReFonic, die we kennen van een aantal andere leuke tools, heeft ook een planner-template voor 2024 gemaakt. Linkje vind je in de show notes. Uh, ik vind het een interessant template. Ik vind hem echt bruikbaar. Maar lees ook vooral de bijbehorende blog, want daarin lees ik in ieder geval veel onderwerpen. Die ik bijvoorbeeld ook in podcaststrategie sessies behandel. Dus dat is heel leerzaam en voor een verdieping op je podcast en voor het idee. TikTok heeft een aantal maanden geleden een test uitgerold voor podcasters op TikTok dat ze direct gelinkt kunnen worden aan de, aan de podcast. Dus iemand maakte een TikTok video die direct naar de podcast aflevering leidde. Nou, voor mij heel erg veelbelovend, maar helaas hebben ze die test nu gestopt voor nou en toch is TikTok ook onder de volwassenen in Amerika YouTube voorbij als het platform waarop ze de meeste minuten per dag spenderen. Zijn volwassenen of zijn verslaafden? Wat zijn? Uh, ja, nee, ja, ouder dan 18, punt. Nee, maar het is natuurlijk iets. Het, het is, het is echt een heel eng platform eigenlijk. Maar ook je moet ermee om kunnen gaan. Ja, het is net als alles wat in het leven. Geniet met mate. Ja. Ja. En dit zijn natuurlijk gemiddelde cijfers, maar door de bank genomen zitten Amerikanen van 18 plus nu meer langer op TikTok per dag dan op YouTube. En met video's die je tegenwoordig tot 10 minuten kan laten duren op TikTok. Ja, ik heb het al eerder gezegd, wordt serieus con uh, concurrent voor YouTube. Ja. Ook voor podcasts. Podimo, de podcast app, dat is een beetje een categorie on, on its own, Podimo. Maar dat uh, is leuk. Die hebben een, uh, een investeringsronde gedaan. We hebben 44 miljoen euro opgehaald. Dus ze kunnen weer lekker verder bouwen en uitbreiden. En, uh, de goed. kinderen krijgen weer zakgeld. Ja, maar dat is goed nieuws. is leuk. Ja, ja, leuk. dus er wordt, er, de, Het punt is hier dat er dus in de podcastindustrie geïnvesteerd wordt. Ja. Er zijn investeerders die hierin geloven. En die dus uh, gezamenlijk 44 miljoen euro hebben ja, gedoneerd. Laten we het zo maar even zeggen. Geïnvesteerd. Spotify heeft inmiddels meer dan 100.000 videopodcasts, videopodcast-afleveringen, denk ik, op het platform. Ja, volgens mij hadden we een paar maanden geleden dat ze 30.000 hadden. Ja, ik vind het nog ja. steeds geen heel spannend nieuws. Uh, is, is dit wereldwijd? Uh, ja, denken we. Ja, ja dan is 100.000 echt niet zoveel. Maar goed, het <laughs> blijft wel groeien. Ja. Mensen zetten ja. video's op Spotify. In de show notes nog een leuk linkje ook naar een e-book dat heet Edit Smarter, Not Harder. Uh, Crystal Profit. Wat natuurlijk een hele toffe achternaam is. <laughs> dat zie je dus ook. Uh, podcast editor, podcast uh, uh, manager van alles nog wat. Podcast strategist. Maar ze heeft een leuk e-book geschreven over slimmer editen en niet uh, nog harder werken. Uh, heel veel verschillende tips ook van. Zoek een stille ruimte zodat je minder hoeft te editen tot uh, gebruik compressie. Dus het, het, het is heel breed. Maar er zit vast iets voor je bij. En uh, ik vond het wel leuk, want stokpaardje weer. Maar scripting your episodes doesn't mean you're robotic. It means you're prepared and engaging. En dat is echt zo. Letterlijk uit scripten. Ik zal echt niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Maar het voorbereiden en het maken van een outline voor een podcastaflevering. Betekent niet dat je niet authentiek bent, of zij zegt robotic, dus als een robot. Maar het betekent dat je je goed bent voorbereid. Nog één linkje cijfers als het gaat over podcast trackers en podcast trackers. Dat noem ik altijd de Google Analytics voor een podcast. Dus je zet het in de code. Daardoor kun je allerlei statistieken ook zien. Dus hoe vaak de podcast en de downloads zijn aangevraagd. En dat is toch altijd weer anders dan alle andere statistieken. Dus het blijft interessant om zo'n tracker ook te gebruiken in. De header eigenlijk van je podcast. Maar uh, op Livewire staat welke podcast trackers er het meest populair zijn. Het is echt één grote artikel vol met cijfers. Dus de cijfer-minded mensen, die zullen hier echt van genieten. Maar er staat bijvoorbeeld ook in, als de tracker van Chartable is ingevuld, hoeveel van die mensen hebben dan nog meer trackers in hun podcast oh ja. staan. Dus het is lekker nerdy, lekker cijfers, lekker technisch. Heerlijk. Linkje vind je in de show notes. Daarmee komt deze aflevering tot een einde, maar niet voordat we hebben gevraagd of je onze anonieme drie vragen 15 seconden durende survey in wil vullen. De link vind je in de show notes. Persberichten, ander nieuws, reacties, vragen, mogen geschreven of gesproken naar fanlist.com slash podcastnieuws. Dit was het weer voor deze keer. Dankjewel, tot de volgende keer.